Van harte welkom bij de opleiding waar representativiteit, spontaniteit, sympathie, service natuurlijk hoog in het vaandel staan. En als kerst op de taart kijken we vandaag bij de opleiding luchtvaartdienstverlener ook nog eens mee op uniformdag. Genoeg gekletst, het is tijd om te boarden. Veel plezier. Jij bent student aan de opleiding luchtvaartdienstverlener. Vandaag is het uniformdag. Ik zie, je bent al helemaal klaar voor de wereld van de luchtvaart. Als je het uniform draagt, ben je dan ook helemaal in je rol? Ja, het is natuurlijk mijn droom als stewardess. En als ik dit uniform aan heb, dan voelt het net alsof die droom al is uitgekomen. Het voelt net echt. De school voor mij. Me puede indicar dónde se encuentran las tiendas libres de impuesto. Por supuesto, las tiendas libres de impuesto se encuentran detrás del control de pasaporte. Gracias por su ayuda. De nada, le deseo un feliz vuelo. En natuurlijk kunnen er bij onze opleiding luchtvaartdienstverlening geen evacuaties en demonstraties ontbreken. We hebben een slide op ware grootte van Martin Air en daar worden de vliegveiligheidsprocedures geoefend. Kijk maar even mee. Mevrouw de Narend, kunt u precies vertellen wat uw functie is bij de opleiding luchtvaartdienstverlener? Sinds dit jaar ben ik de onderwijsleider van de opleiding luchtvaartdienstverlener. Maar voorheen kwam ik uit het team, dus was ik docent safety en security. Okay. Hoe is de opleiding luchtvaartdienstverlener precies opgebouwd? De opleiding is opgebouwd, bestaat eigenlijk uit drie fases. Eerst gaan we een oriënterende fase in, vervolgens gaan we de verdiepingsfase in. En uiteindelijk komt de examineringsfase aan bod. En in de oriënteringsfase gaan de studenten bijvoorbeeld een stage lopen in ons restaurant in Maassluis. Om het gastheerschap, gastvrouwschap onder de knie te krijgen. Vervolgens gaan ze in het tweede jaar de verdiepingsslag maken door een internationale hotelstage te lopen. Waarbij ze de zelfstandigheid gaan leren en ook de talen op een hoog niveau leren opbouwen. En uiteindelijk gaan we natuurlijk naar de examineringsfase. Dan gaat het echte werk beginnen en dan gaan we aan de slag op een luchthaven of zelfs in de cabine. Het is een vrij populaire opleiding. Waar moeten studenten precies aan voldoen die deze opleiding graag willen gaan volgen? Ja, je hebt inderdaad gelijk dat het een populaire opleiding is. Ik denk niet dat iedere student een goed beeld heeft van wat er verwacht wordt. Want het is natuurlijk keihard werken als cabin attendant in de lucht. Je moet echt kunnen omgaan met werken onder druk. Onregelmatige tijden. En je moet vooral echt gemotiveerd zijn. Want we zijn constant met luchtvaart bezig. En ja, dan moet je wel echt die motivatie hebben om in de luchtvaart aan de slag te gaan. Anders hou je het niet vol. Het is een behoorlijk pittige opleiding. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Wij hopen van harte dat we jullie enthousiast hebben kunnen maken voor onze opleiding. Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op de Facebookpage Alberta College Opleiding Luchtvaartdienstverlener. Of ga naar de website www.alberta.nl/luchtvaartdienstverlener.